Als hoogtepunt van het trainingskamp staat donderdagmiddag de oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht op het programma. Bij Anderlecht onder andere oude bekende Sven Kums. Heerenveen start met Veerman in de spits, Van der Steen op doel en met nieuweling Bulthuis op de linksback. En de eerste kans is voor Anderlecht. Hier in tweede instantie José Sá schiet die bal erin, maar het doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Goed gezien door de grensrechter, want inderdaad was het buitenspel. Hier het nieuweling Dave Bulthuis. Goede bal van hem. Henk Veerman. Komt er langs, krijgt die bal voor. En daar is Michel Flap. Maar die mist net de precisie om de 1-0 binnen te koppen. En dan weer Anderlecht met een kans. Theo Dorsiek. Moeilijke hoek en Van der Steen weet redding te bieden. Vervolgens kan Schaars opruimen. We gaan dan door naar de tweede helft. Hier Dave Bulthuis, verre ingooi. Komt uit bij Reza. Wat gaat hij doen? Gaat het zelf proberen. En nog een goed schot van Reza Goshaniad. Maar dat raakt net het zijnet. Ook in de ploeg komen Jordi Bruin. Goede diepe bal van hem op Reza. Reza wordt onderuit gehaald en vraagt vervolgens om een rode kaart. De scheidsrechter is het niet met hem eens. En het blijft bij geel. Wel een vrije trap op een mooie plek. Jordi Bruin. Hij schiet die bal hoog over. Er waait vandaag een harde wind op het sportpark in La Manga, wat het niet altijd even makkelijk maakt. Goeie bal van Dante. Dan komt die bal vervolgens voor en Schaars verslikt zich. En dus een grote kans voor Anderlecht. Wordt vervolgens klungelig weggewerkt. Nog een mogelijkheid en uiteindelijk is het een overtreding. En hier mag Heerenveen van geluk spreken dat het niet op achterstand komt. Goede redding van Wouter van der Steen. We gaan dan naar de slotfase van de wedstrijd. Nog één kans voor Heerenveen. Reza, bal op Dumfries. Wil die bal voorgeven, maar de keeper van Anderlecht is er eerder bij. En zo eindigt deze wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel. Dit soort wedstrijden zijn altijd goed om te spelen. Anderlecht is een goede tegenstander. Veel kwaliteit aan de bal, goed idee van voetbal. Dus daar moet je wat tegenover zetten. Ik vond dat bij Vlagen ging dat goed. Soms zag ik ook wel dat er nog wel wat dingen beter moeten. Maar dit zijn gewoon hele goede testwedstrijdjes voor ons, waarin je ook fysiek wat aan de dag moet leggen. Dus prima. En wat leer je dan vooral van zo'n wedstrijd? Nou ja, fase kennen wanneer je door moet stappen of juist even af moet haken. Juist met doordraaien of niet. Jonge jongens die een kansje krijgen om even 20 minuten, een half uur te spelen vanochtend. Dus dat zijn gewoon goede dingen voor de club Heerenveen. Goed, Anderlecht speelt natuurlijk een ander systeem dan dat wij gewend zijn. Dus ik vind dat de jongens dat prima hebben gedaan. De manier waarop wij willen spelen, dat beviel me wel. Zeker tegen een tegenstander die wat anders doet dan dat we normaal gewend zijn. Dus daar was ik eigenlijk wel tevreden over. Ja, aan het einde van de week zo'n oefenwedstrijd. Is dat ook een beetje het belangrijkste van deze week? Ja, je moet gewoon goed trainen dat je klaar bent voor de tweede seizoenshelft. En dan ook nog kijken of je die wedstrijd, of je daar goed vervolg aan kunt geven. Dus dat je met intensiteit traint en speelt. Nou ja, dat hebben we wel gedaan. En dan kunnen er altijd dingen beter. Maar dat is een goede basis voor de tweede seizoenshelft. Ik ben erg blij mee dat we de nul houden. Wouter moest dat in de tweede helft twee keer redden. Maar ook wij hebben de mogelijkheden gehad om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. Dus 0-0 is denk ik een prima resultaat. Alleen als trainer zijn, dan kijk je altijd naar hetgeen wat er gebeurt. En nogmaals, bij Vlaag was het prima. Ja, we zijn over de helft van de trainingskamp nu deze wedstrijd gehad. Hoe kijk je terug op afgelopen week? Ja, eigenlijk heel goed. Ik denk dat we een goede week hebben gehad. We hebben goede dingen gedaan. Iedereen heeft voldoende meters gemaakt. Heeft goede trainingsintensiteit gehad. Dus dat is prima. Veel vertrouwen richting de tweede seizoenshelft. Ja, we hebben er zin in.